We hebben de mond vol van, weet je, we mogen van alles vinden. Weet je wel, boeken lezen over het ontstaan van de aarde. De Anunnaki heeft het misschien gecreëerd. Maar om te geloven dat je zegt, nou, ik denk dat God het allemaal heeft gecreëerd. Dan ben je een gekkie, weet je wel. En dan word je gediskwalificeerd. Is dat zo? Jawel. Tenminste, ik zie daar, nou, is dat zo, weet ik veel. Maar ik zie wel een beetje de tendens dat er vrij baan is om vrijheid te fantaseren en om te geloven in allerlei spiritualiteit. Lijntjes met boven, vorige levens, van alles. Kundalini kap, gekkigheid, wat ik echt vreselijk vind trouwens. Maar alles is geoorloofd, want, weet je, lekker open-minded. Maar als je echt gelooft van, nou, misschien ik geloof dat God alles in de natuur heeft gecreëerd, dan word je eigenlijk veroordeeld, vind ik. Dat zie ik wel. Van ja, hoe kan je dat nou denken? Dat is minder geaccepteerd dan dat je dat hele scala aan de wildgroei van spiritualiteit aanhangt. Terwijl ik ben daar wel inmiddels zover dat ik ook vind dat we echt wel doorslaan in hoeverre we al onze poorten openzetten voor wie dan ook om de hoek komt kijken om lekker in jouw energie te gaan zitten vroeten. Ik zie meiden een soort van semi-seksueel een kundalini-ervaring opgewekt krijgen. Dat ik denk, ben je wel goed bij je hoofd? Weet je, wat laat je allemaal toe? En waarom? Weet je, dat zie ik. Alleen dat wordt dan mooie video's met mooie muziekjes en mooie witte rokjes ondergezet. Maar in die zin denk ik, ook dat er wat in zit dat we met New Age ook aan het doorslaan zijn.